Goedendag. Het is dan wel een bijzonder koud weekend, maar het wordt vandaag best wel een fraaie dag met op veel plaatsen flink wat zonneschijn. Maar goed, ook ergens er nog wat wolkenvelden die zullen langzaamaan naar het zuiden toe gaan wegzakken. En zo zien we dat het noorden dan de beste papieren heeft voor een vrijwel stralend zonnige dag. In het midden van het land ook in de loop van de dag heel veel zon. En in het zuiden kan het zo zijn dat er sommige plaatsen toch wel te maken blijven houden met wat de hardnekkige wolkenvelden. Bijvoorbeeld de delen van Limburg. Maximum temperaturen zijn laag, 1 of 2 graden. De koude noordoostelijke wind maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder dan die 1 of 2 graden op de thermometer. Er waait een windkracht 4 tot 5 boven land, een windkracht 6 tot 7 aan zee. En op de Waddeneilanden kan zelfs een windkracht 7 tippend aan 8 voorkomen. Pas later op de dag wordt het wat rustiger en dan zien we dat de wind dus ook in de nacht na maandag wat gaat afnemen. Nou, dan zien we komende nacht dat dus de temperaturen ook flink gaan dalen. We zitten nog in die koude luchtsoort. Het kan min 5, min 6 graden worden op heel veel plaatsen. Dus matige vorst. Daarop volgt wel weer een prachtige maandag met heel veel zon. En weer iets wat hogere temperaturen, 4 graden. En zo klimmen we dan uit dat dal met in de loop van de komende week hogere temperaturen. Richting dinsdag, woensdag zitten we weer op een graad of 7 à 8. Iets onder de norm voor de tijd van het jaar. Maar wel alweer een stuk aangenamer dan deze. Zondag. Daarvoor krijgen we in de loop van de week wel te maken met op meer wolkenvelden en misschien ook wel een buitje.